Dat was genoeg. We gaan motors... ...ranglijst Nederland zesde. En de laatste keer dat Nederland en Cuba tegen elkaar speelden was tijdens de Spelen in Sydney. En toen won Nederland met 3-0. Nu begonnen de Cubanen sterk aan de wedstrijd. De eerste set ging met 25-20 naar de Cubanen. En hier komen ze op setpoint in de tweede set. Bij 24-18. Oranje begon zenuwachtig aan de wedstrijd. De Cubanen hebben maar weinig gewisseld na de Spelen. Liefst 6 spelers in de basis die erbij waren nog in Sydney. En Nederland dus met een jonge ploeg. Deze bal van Richard Schuil gaat uit en zo gaat de tweede set met 25-18 naar de Cubanen. De wederopstanding komt in de derde set voor Nederland. Nederland op setpoint bij 24-23. Maar hier Marshall die de Cubanen weer naast Nederland slaat. 24-24. Wordt het een vierde set en kan Nederland terugkomen in de wedstrijd of winnen de Cubanen met 3-0. Jochem de Gruyter, de vervanger voor Guido Gutsen. En opnieuw setpoint voor Nederland in de derde set. 25-24. Mike van der Goor, laatste week uitstekend op dreef. En dan het goede Nederlandse blok van de Gruyter en Olsthoorn. En zo gaat de derde set naar Nederland met 26-24. Dan de vierde set. Gaat lange tijd gelijk op. Wordt 17-17, 20-20 en dan 24-24. En via Richard Schuil uitstekend op dreef in de derde en vierde set. Nederland op setpoint. De ingehouden service van Freriks gaat net uit. 25-25. Maar dan, de Cubanen moeten serveren, Nederland moet kunnen scoren. Bal gaat naar Numerdor en die slaat de bal net buiten de lijnen. En zo geen setpoint voor Nederland in de vierde set, maar matchpoint voor de Cubanen. 26-25, Diago. En dan een misverstand tussen Reiner Numerdor en Joost Koorstra. Die denken dat de bal uitgaat, maar hij stuit nog net voor de lijn. En zo gaat de vierde set naar de Cubanen. En verliest Nederland na een prima derde en vierde set met 3-1. Ik denk dat we niet goed begonnen. Toch misschien dat we een beetje onder de indruk waren van die jongens. Want het ziet er allemaal weer spectaculair uit. Maar op een gegeven moment begon het bij ons te lopen. En dan win je die derde set. En dan komen die jongens wat onder druk te staan. En dan speel je gewoon op hetzelfde niveau als de Cubanen. En dan mis je in de vierde set een paar ballen. Ja. Wat was dan net de kop kost? Want ik had het nog moeten zien als we die vierde hadden gewonnen.